verhaal over kip en het ei. Een verhaal voor jullie van mij. Het gaat over een kip die uit het ei komt, maar vooral een kip die anders is. En het gaat ook over gepest worden. Luister maar goed. Toen Kip voor het allereerst zijn oogjes opendeed, was het pikdonker. Waar was hij? Hij knipperde met zijn ogen. Het maakte niet uit of hij ze open of dicht had. Het was net zo donker. Het was wel lekker warm, hier binnen. Hij lag lekker warm en veilig in iets dat hard en rond was en om hem heen zat. Hij bleef nu stil liggen en luisterde. In de verte hoorde hij geluiden. Maar hij had geen idee wat hij daarvan moest maken. Opeens ging hij een beetje heen en weer. En toen hij zijn ogen opendeed, was het een beetje lichter om hem heen. Ook werden de geluiden harder. Dat is raar, dacht Kip. Wat zou daar buiten zijn? Moeder Kip begreep er niets van. Al haar eieren waren al uitgekomen, behalve dit ene ei. Was er iets aan de hand? Was er iets mis? Al haar andere kuikentjes waggelden al door het kippenhok en waren de wereld aan het ontdekken. Maar dit ei was nog niet uitgekomen. Ze snapte er niets van. Ze had vannacht weer de hele nacht het ei warm gehouden. Haar maag knorde. Eerst maar eens even wat eten. En hopelijk kwam het ei dan snel uit. Kip die wilde weten wat er buiten te zien was. Hij tikte een paar keer met zijn snavel tegen de ronde hardheid en na een harde tik kwam er een barst. Kip bleef doorpikken, totdat hij meer ruimte kreeg en makkelijk naar buiten kon kruipen. Toen hij buiten was, knipperde hij met zijn oogjes. Wat was het licht? Toen hij zijn ogen opendeed en ze helemaal goed open waren, zag hij allemaal gele bolletjes dons om hem heen. En een grotere kip. Dat moest zijn moeder zijn. Kijk mama, zei een van de kuikentjes. Hij lijkt wel op ons, maar hij is anders. Kijk, hij heeft allemaal kleurtjes. Moeder Kip keek naar haar pasgeboren kuikentje. En haar moederhart ging open zoals bij al haar kinderen. Voor haar was hij het mooiste. Het allermooiste kuikentje van de hele wereld. Opeens hoorde ze iemand hard lachen. Het was mevrouw Gans. Ah, moet je nou eens kijken. Wat een raar kuiken is dat met al die kleurtjes. Die zou ik maar goed in de gaten houden, moeder Kip. Er is vast iets gek met dat kuiken aan de hand. Praat niet zo raar, zei moeder Kip boos. Er is niets mis met hem. Hij is net als mijn andere kuikentjes. Alleen ziet hij er iets anders uit. Ik begrijp niet waar u zich mee bemoeit, mevrouw Gans. Moeder Kip keek boos naar mevrouw Gans, die hooghartig haar snavel optrok en wegliep. Kip begreep er niets van. Wat was er nou anders? En wat was er nou raar? En wat zeiden ze nou over kleuren? Hij was toch gewoon net als zijn broertjes en zusjes? Hij had geen idee wat er anders was. Hij was toch gewoon zichzelf? En dat was toch helemaal goed? De weken gingen voorbij en Kip groeide steeds groter. Hij ontdekte de wereld en maakte plezier. Maar hij merkte wel dat de andere boerderijdieren anders tegen hem deden. Ze speelden minder vaak met hem en ze keken hem soms vreemd aan. Ze zeiden tegen hem dat hij raar was en dat hij Kip heette omdat hij zoveel kleurtjes had, net als een meisje. Kip begreep er niets van. Kleurtjes? Hij was toch gewoon geel? Net als de andere kuikens, hij had geen kleurtjes gezien. Zijn moeder kwam altijd voor hem op, gaf hem knuffels en kusjes en de veiligheid van haar vleugels. En hoewel Kip dat heel fijn vond en veel van haar hield, merkte hij wel dat de andere dieren hem daardoor vaak nog meer pesten. Op een dag waren Kip en zijn broertjes en zusjes aan het buitenspelen. Het had hard geregend en er lagen grote plassen op het erf. Kip speelde zoals gewoonlijk alleen. Zijn broertjes en zusjes
lieten hem altijd wel meespelen, maar ze waren nu aan het voetballen en daar had hij nu even geen zin in. Kip liep naar een grote plas en stak voorzichtig zijn teen in het water. Brrr, het water was best koud. Hij pakte een tak en begon in de plas te roeren. Het water bewoog en veranderde in een kleine draaikolk, wat grappig was om te zien. Opeens stonden de kinderen van mevrouw Gans bij de plas. Hij zag dat een van de gansjes haar lach probeerde in te houden. Wat was er aan de hand? "Zullen we een spelletje spelen, Kip?" vroeg de grootste van het stel. "Het spelletje heet spiegelbeelden. Je moet op je knieën voor de plas zitten en in het water kijken, zo lang mogelijk stil blijven zitten. Wie het eerst beweegt, heeft verloren." Dat leek Kip wel een leuk spelletje. "Oké, ik doe mee," zei hij blij. Blij dat hij eindelijk eens mee mocht doen met de andere dieren. Kip en de ganzenkinderen gingen op hun knieën om de plas zitten. Kip keek in het water en zag voor het eerst zijn eigen spiegelbeeld. Hij zag zijn snavel, zijn gele donshaartjes en zijn lieve ogen. Maar wat was dat? Op zijn hoofd zag hij een hanenkam, net als bij zijn broertjes. Alleen zijn hanenkam was niet alleen maar rood, maar had 7 verschillende kleuren. De kleuren van de regenboog. Zeiden ze daarom dat hij anders was? Bedoelden ze deze kleuren? Kip knipperde met zijn ogen om nog eens goed naar zichzelf te kijken. Was dit nu wat er anders aan hem was? "Knipperde," riep het gansje naast hem en hij gooide een grote steen in het water op het spiegelbeeld van Kip. Het water spatte op en kwam met een grote golf op Kip terecht. Hij was helemaal nat. Proestend kwam Kip overeind en veegde het water van zich af, terwijl de ganzenkinderen hardlachend wegrenden. Moeder Kip en zijn broertjes en zusjes kwamen naar hem toe om te kijken wat er aan de hand was. "Wat is er gebeurd, lieverd?" vroeg moeder Kip. Kip vertelde het hele verhaal. Zijn broertjes en zusjes probeerden Kip te troosten en ze zeiden dat hij het zich niet moest aantrekken en ze gaven hem knuffels. "Is dat het, mama?" vroeg Kip. "Is het mijn gekleurde hanenkam? Vindt daarom iedereen me raar?" "Moet je luisteren, lieverd," zei moeder Kip. "Je ziet er anders uit dan andere haantjes, dat is waar. Maar je bent nog steeds prachtig. Precies zo goed zoals je bent. Je hanenkam maakt je juist bijzonder. Maar jammer genoeg zijn er ook dieren die anders zijn eng vinden. En daarom doen ze zo. Dat kan ik niet veranderen, lieverd. Maar ik kan er wel voor je zijn en je een manier laten vinden die jou sterker en gelukkig maakt." Ze sloeg haar vleugels om hem heen en troostte hem. Na een tijdje gaf ze hem nog een dikke kus en knuffel en liep toen samen met zijn broertjes en zusjes terug naar het kippenhok. Kip staarde naar zijn spiegelbeeld in de plas. Een traan rolde over zijn wang naar beneden en viel in het water. Zijn spiegelbeeld bewoog. Zijn gekleurde hanenkam golfde in het water. Hij moest lachen. Dat was eigenlijk best grappig. Een best grappig gezicht. De zon kwam achter de wolk vandaan en scheen op het water. Het zonlicht glinsterde op de plas. Het was net alsof er allemaal sterretjes twinkelden om zijn hanenkam. En op dat moment voelde Kip zich warm worden van binnen. Zijn hanenkam was eigenlijk best mooi zo in het water, met al die sterretjes eromheen. Misschien was het toch niet zo heel erg dat hij anders was. Misschien kon hij toch een manier vinden om gelukkig te zijn, ook al was hij anders. Hij keek nog een keer naar zichzelf in het water, naar zijn gekleurde hanenkam. Hij wist niet waarom hij zo was geboren, maar hij wist zeker dat hij het zou ontdekken en dat de kleuren hem de weg zouden wijzen.